mooi, hè? Is toch mooi? Voordat ik naar de kapper ging. Wanneer ben jij naar de kapper geweest? De eerste zaterdag dat ze open waren. Oh nee, ik ben toen dinsdags geweest. Ja, lieve vrienden, het is vandaag woensdag. Rebecca is vanochtend niet geweest. En ja, ik heb andere dingen gedaan. En een aantal keer met Rijk alwezen uit geweest. Ik ga zo meteen weer. En als ik thuis kom, dan ga ik mijn computer weer aan. En dan ga ik weer in elkaar zetten. Want ik heb gisteren dat niet gedaan. Nee, en Rebecca die komt vrijdag pas weer. Er waren andere dingen aan haar kant. Nou ja, oké, kan gebeuren. Ja, en ze is ik ben makkelijk, zij is makkelijk en ze doet het ook in haar vrije tijd. Dus ja, dan vind ik het niet erg, weet je, als het maar gedaan wordt. Maar oké, ik wens jullie wel natuurlijk een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we leven vandaag woensdag 10 juni en we leven om 13:41. Ja, en oh, ik denk dat hoor ik. Is er Rijka bezig te spelen? Ja, kan gebeuren. Ja, daarnet hoorde ik ook al wat, dus ik doe mijn tuindeur open en ik kijk. Oh, je hebt een elektrische. Ja, ik heb een elektrische zonnescherm. 4 meter breed bij 3 meter uit. Dat is een knaap, want hij blijft recht. Dus je kunt er lekker ronde zitten en je hebt gelijk een luifel. Ja, deze noot hang je er een stuk plastic aan als het begint te regenen, weet je wel, zo naar beneden. En dat met steen even vastleggen, nou, dan zit je lekker droog en beschut. Ja, nou, helemaal geweldig, toch? Maar ja, hij was er van de week zo mee bezig en nou deed hij hem eventjes eruit en er weer in, want... Ja, de zon die wil ook hier niet echt, maar ja, wat kun je er aan doen? En iedereen is binnen. Kandalf die zit weer water te scheppen. En Rijke die zit nou weer voor het raam. Maar we gaan er straks wel tegenaan even een lekkere blok lopen. Ik denk dat ik even de dijk op ga, dat ik jullie weer meeneem. Ja, eventjes lopen erheen. En dan weer even zo weer terug. Ja, eventjes, eventjes eruit en daarna weer vloggen. Ja, tenminste renderen bedoel ik. Ja, renderen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles en tot straks op de dijk. En daarna weer thuis. Ja, verder ga ik even niet. Nee, gewoon even naar de dijk, even daar weer kijken. Of daar het uitzicht anders is dan anders. Want ja, je hebt toch al, iedere dag is het weer anders. Wat? Ieder uur is het weer anders. Want dan heet dit weer, dan heet dat weer. Het is gewoon een schilderij wat verandert. En net zoals vroeger, dat huis bestaat niet meer, maar dat was het huis van de toekomst. Griet Titelaar en André van Duin. En die stond bij Rosmalen ergens. Ik kan me nog herinneren. Daar ben ik toen in geweest met mijn ex-man. Dat was de vader van Karin Hart. En ja, mijn andere dochter kennen jullie niet. Maar in ieder geval, dat was de vader van hun. En die nam me toen mee. En toen zijn we er binnen geweest. Nou, geweldig mooi. Maar die hadden dan ook een muur in het huis. Dat veranderde iedere keer. En dat was zo mooi. Het was een heel mooi huis. Dus alles was mooi. En ook de ramen die konden melkkleur worden. En dan kon je niks meer zien. Dan kon je geen schimmen, niks meer zien. Maar je kon ze ook weer helder maken en dan kon je alles weer zien. Nou, geweldig. Ja, het huis van de toekomst. Echt heel mooi was dat. Maar oké, dat was vroeger en we leven nu. Maar ze hebben toch wel de dingen een beetje meegenomen naar het heden. Want die digitale schilderijtjes, weet je wel. Ook eigenlijk een computertje. Nou,
Dan gaan al die foto's doorheen die jij erin zet. Dat is ook komisch. Ik denk, ja, het is een beetje te modern voor bij mij in mijn huis, want daar hou ik niet van. Ik hou meer van dat klassieke en dat antieke gebeuren. Qua kleding en al ben ik modern. Maar dit moet warm van kleur zijn. Ik hou ook niet van dat witte meubels, het zwarte meubels. Dat vind ik ook afschuwelijk. Ja, ten eerste, dat voelt zo koud aan. Daar hou ik niet van. Maar oké, lieve vrienden, genoeg gekwetst. Wij gaan op pad en ik zou zeggen tot straks. Doei! En daar komt de Texase boot weer aan, lieve vrienden. Ja! En zoals jullie zien, het is knap bewolkt. Maar het is wel druk, vissers aanwezig. We zien Texel heel duidelijk leggen. Ik zie ook het kerktorentje weer van Den Burg. En het is altijd toch al even genieten hier. Die heerlijke, zilte, zoute zeelucht. Ik zie daar nog speedbootjes op het water gaan. En het zindrijke helemaal niet. Nee. Hè? Ja, hoe goed je dikke doosie? Hoe goed je dikke doosie? Maar ik vind het altijd eventjes geweldig om toch hier met dit weer en straks als het nog mooier weer wordt hier te wezen. En lekker over de dijk heen te rijden op de scootmobiel. Want dat is me te ver om dat lopen te doen. Mooi, hè? Is toch mooi? Ik ben aan het vloggen. Ja, het komt op YouTube. Corina met IE en de beestenboel. Oké. Maar het duurt nog wel even hoor, want ik heb op mijn computer nog heel wat staan. Dat moet ik allemaal nog inplannen. Ja, echt mooi. En dan hoor ik nog een straaljager of zo gaan. Ja. Nou, die is sportief. Rijka. Rijka. Wat is er, meisje? Oei, oei, is het zo erg? Oh ja, is het zo erg? Ja, hè? Leuk, hè, dat bootje. Kijk of ik in kan zoomen. Ja, mooi gezicht. Ja. Nou, dus even kijken naar het kerktorentje, die kunnen jullie nou ook beter zien. Recht voor mijn neus. Recht voor mijn neus. Zat eerst een beetje wit en dan een zwart beetje. En daar verder op zee ligt ook het een en het ander. Aan de horizon. Mooi. Mooi, hè? Of niet dan, vrienden? Ja, zeker te weten. Maar ja, we gaan weer verder. Lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en we hebben gelopen 1,75 kilometer. Dus ja, als ik door de stad gegaan, dan was het meer dan 2 kilometer geworden. Maar ik
had het voet niet meer. Wat hebben we precies gelopen? Dat is dat geweest. Ja, en onderweg ernaartoe, ben in tijd nog niet zo kwaad geweest. Nee. Op twee dames. Weet je wel nog van het bootje die gezonken was? Dat die enkel maar met puntje omhoog kwam. Dat een maatje van mij, die valkenier, hem eruit heb gehaald in zijn uppie eentje. Omdat niemand wist van wie dat bootje was. Totaal niemand. We hebben hier gevraagd, we hebben daar gevraagd, van wie is het bootje? Nobody. De mensen die er woonden, niemand wist het. Nou ja, zonder van het bootje, weet je. Dus die valkenier heeft hem omhoog weten te halen en die heeft hem meegenomen naar zijn eigen. Moet kunnen, dat vind ik dat hij daar al het recht toe heeft. Want de eigenaar was niet te achterhalen voor ons, voor niemand niet. Auw! Eeuwen toch. Nou waren er ineens twee dames, nog nooit niet eerder gezien, die beweren dat het bootje er pas vanaf vorig jaar oktober er legt. En dat oktober en dat in september hadden ze een nieuw rood zeil erop gedaan. Ten eerste was het zeil niet rood, maar oranje. Ten tweede, dat bootje legt er al veel langer, omdat mijn man nog leefde. Toen lag het bootje er al en toen was hij al gezonken. Dus ja, en toen kreeg ik toch een behoorlijk op mijn sodemieten. Ja, misschien heb jij het al gedaan. Wat? Pardon? Droom even lekker verder. Ja, droom jij even lekker verder. Pardon? Woest op die lui, echt. Ik hoop dat ik ze nooit meer tegenkom. Maar oké, toen kwam ik op de dijk aan en dat was weer even lekker. Ja, eventjes weer genieten. Het was druk op het water. Er waren vissers bezig, heb ik jullie laten zien. Ja, en even ingezoomd weer. Altijd leuk. Nou, toen ben ik weer naar beneden gegaan, richting het centrum eigenlijk. Maar ik ben weer teruggelopen. Ja, en zo weer op huis aan. Moet kunnen. Ja, toch? En ja, nou ga ik een bakje koffie nemen, want ik stik voor de dorst. Ja. En Rijka eventjes wat geven, want die heeft er goed gedragen, vind ik. Dus ja, dan gaan we dat ook even doen. Ewen die wil wat lekkers. Kandolf is net naar buiten, dus het komt allemaal goed. En de televisie, want die heb ik nog uit. Ja. Ik denk, die keer wel uitblijven, ik ga toch weg. Ja toch, wat moet die aan wanneer ik weg ben met Rijka? Is Rijka nou thuis? Doe ik hem aan. Maar nee, anders hoeft dat niet aan wanneer ik wegga. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is vandaag dus 10 juni. En ik wist het gisteren al, want ik heb het gisteren ook al gezegd, dat morgen onze Corrie jarig is. Die oudere dame uit Lisse, die ook al een aantal keer op de vlog is geweest. En ja, door de corona mag ze niet bij me komen. Althans, ze durft ook niet, omdat zij ook ouder is dan mij en allebei zitten we ook wel, hebben een risico. En, maar ja, ik ben helemaal gezond en zij is ook helemaal gezond verder. Ja, oké, ik heb mijn COPD, daarom ben ik ook een risicofactor. Maar ik ben verder gezond, maar ken je niks. Nee, ik had net weer last van hooikoort, want ze hebben het gras gemaaid langs de gracht. Dus ja, dat gaat dan kribbelen in je neus. Ja, dan moet je niet zeggen. Kun je niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval, ze is dus vandaag jarig. En ik heb een bloemetje besteld. En hoe is het mogelijk? Ik was hier met Fleur al bezig. En toen moest ik met mijn apparaatje van de bank moest ik dat dingetje inscannen. Maar dat dingetje staat niet stil. Dat beweegt om de zoveel keer. Ik heb dat ding stil. Voor mijn scherm. Maar dacht je dat het lukte? Nee, ik heb alles afgebroken. Kijk. Ik, bloemmist, laser, contact. Ken ik via Google Maps, kun je dat ook doen. Nou, maar ik kwam uiteindelijk tevoorschijn. Eén telefoonnummer geprobeerd. Van een bloemmist, één laser.
telefoonnummer bestond niet meer. Oké. Nou, jammer dan. Dus toen de volgende geprobeerd. Dat was ook een ander nummer. Ik zit die bloemist vlak om de hoek bij haar. Dus ja, vlakbij. Dus ja, en het wordt na 5 bezorgd. Dus tegen 5 ga ik bellen. En dan blijf ik gewoon even een tijdje met haar aan de klets. In de hoop dat die bezorger komt. Nou ja, wat hij. Oh, de zon zal zeggen: oh, de bel gaat. Ik verwacht niemand. Wie kan dat nou weer zijn? Oh, hey, de bloemist. Oh, nou, leuk. Nou, ik zeg, doe maar open, ik wacht wel hoor. Ja, toch? Ja. Nee, dat gaat leuk worden, hopelijk straks. Ja. Dat, ik ga nou dus een vlog in elkaar zetten. En dan hopen dat ik er nog eentje in elkaar kan zetten. Want het is 15:50, dat is 3:50. Dus ja, we hebben nog tijd genoeg. Ik ga mijn vest aan doen, want ik krijg het rillerig. En dat is ook niet fijn. Maar het is ook niet echt knap weer. Het is grijs, grauw. We hebben wel het zon gehad, maar dat was vanochtend. Het is nou grijs en grauw en bewolkt, ja. Maar het is niet koud, nee. De temperaturen worden hoger, maar we zouden ook weer regen krijgen, is het beloofd. Dus ja, we wachten het af. Ja, toch? En ik wil al mijn vrienden die mij volgen, wil ik ook heel hartelijk bedanken. Ja. En zoals Mirjam Eleveld, dat denk om je ogen schat, kijk nou niet te veel naar die vlogs. Nee, haal het later weer in wanneer het weer goed is. Kan je beter doen, maar nu niet. Let op je ogen, je kan het licht niet verdragen. Ja, en in je messenger staat daar een bericht over. Ja, dat moet je maar eens lezen. En daarna stoppen met lezen. En dan, want ik vermoed dat het hetzelfde is dan dat mijn mannetje had. Die kon ook niet tegen te veel UV-stralen van de zon, etc. En het licht. En dan moest hij een bril op. De glazen waren niet voor sterkte, want hij zag verder goed. Dus het was geen sterkte. Maar er zat een filter in. Die hij gewoon dan in huis ook op kon doen. Het waren gewoon normale blanke glazen, maar met een speciale filter voor die stralen tegen te gaan. Dus ja. Misschien is dat ook een oplossing voor jou, maar daar in dat buitenland waar jij zit, in het vergeten land, vrijweg Pakistan, daar hebben ze dat niet. Dus het wordt tijd dat je hier naartoe komt. Ja, simpel. Maar oké, komt wel goed. Eerst moet je kunnen gaan vliegen. Ja. En je geld moet je hebben. Ook daar moet je op wachten. Ja, maar dat komt allemaal goed. Ja hoor. Ik geloof er stellig in. Ja. Want dat moet gewoon goed komen. Simpel. En het komt voor iedereen wel weer goed. Ja hoor. Je moet er enkel vechten. We moeten gewoon met z'n allen vechten ervoor. Ja, en ik help gewoon jou op afstand, schat. Ja, en meerdere. Als we meerdere problemen hebben, dan sta ik daarvoor open. Maar oké, gedaan. Dat is later een zorg. Nu is Corrie jarig en die feliciteer ik ook, ondanks dat ik geen internet heb en niet kijkt. Want dat kan ze niet. Dan kan ze pas kijken wanneer ze bij mij is. Nou, hoe lang zal dat nog duren? Dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, van harte gefeliciteerd, lieve schat. Vandaag ben je weer een jaartje ouder geworden, maar ook een jaartje wijzer. Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, we spreken elkaar snel en ik hoop dat we elkaar ook supersnel elkaar in de armen mogen vliegen. Want zonder elkaar kunnen wij niet, hè schat? Nee. Maar komt goed en daar ga ik alle vertrouwen in. Ik spreek je dan als je bij me bent en ik zou zeggen, tot dan. Lieve vrienden, ook jullie, als jullie aan mij een vraag hebben, vraag maar raak hoor. Zet het er maar hieronder neer. Maakt niet uit. Ja, of een leuke reactie mag ook. Ja, zet van alles maar neer wat jullie kwijt willen naar mij. Of vragen stellen. Kom maar op.
Ik vind het leuk. Ja, misschien dat ik er iets mee kan doen. Als jullie mij vragen van, kan je dat en dat iets laten zien, dan probeer ik dat. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie middag. En doe het met een lach. Wees vrolijk en wees blij. En dan komt alles goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Tante Pollewop. Met twee meisjes bij elkaar. Doe maar, ga maar naar buiten. Ja, Rijka is een beetje bang, lieve vrienden. Ja. Hè, Rijka is een beetje bang, hè? Ja, voor haar is het een wild vreemde, maar voor ons niet en voor jullie ook niet. Dag Mary. Ja, dag hoor. Wat gezellig dat je weer er eindelijk bent. Ja, dan moet je mijn haar zien. En gaat ze filmen. Oh. En mijn haar heeft er ook niet uitgezien voordat ik naar de kapper ging. Wanneer ben jij naar de kapper geweest? De eerste zaterdag als ze open waren. Oh nee, ik ben toen dinsdags geweest. Deze knikker op de... En toen mocht Rijka ook mee. Nou, gooi hem nou maar uit. Hé, ja. Ja nou, mocht Rijka ook mee, hè? Jojo. Rijka. Ben je ook mooi? Ja, hè? Ja, hè? Mooi meisje. Hé, meisje. Ja, en zoals jullie zien is Mary weer verdwenen. Want die moest nog weer naar een ander toe. Dus ja, ze heeft maar één bak koffie gedronken. En de deur gaat weer dicht. Rijker die wil buiten blijven, zo te zien. Ja, die moet Ruud eruit halen. Maar dat komt wel goed. Ja, en ik zie aardbeien hangen. Al zijn ze nog groen, ik zie ze wel hangen. Oh, kom nou dichterbij. Ja, ja. Mooi, hè? Joh, geweldig.